Welkom bij de SIGE webinar series Educador Consciente. Mijn naam is Vanessa Wenners-Loanjou en vandaag presenteer ik de webinar Stressvrij opvoeden. Ik ben door SIGE gevraagd om deze webinar te doen en ik zal wat meer over mezelf vertellen en ook wat de webinar zal zijn. Mijn naam is Vanessa Wenners-Loanjou en ik ben orthopedagoog. Ik ben werkzaam in Nederland als stafpedagoog bij een GGD. En verder heb ik ook een eigen bedrijf en hou ik me heel erg bezig met de preventieve opvoedondersteuning. En geef ik ook ouders cursussen, onder andere over stressvrij opvoeden. Waar we het vandaag over gaan hebben is wat stressvrij opvoeden nou precies is. Hoe kunnen onze kinderen goed naar ons luisteren? Het geven van regels en grenzen aan onze kinderen. En of onze verwachtingen nou ook echt realistisch zijn. Daarna zal ik ook wat tips meegeven als het gaat om anders met de tijd omgaan. Met andere woorden ook time management. Oké. Stressvrij opvoeden, bestaat dat eigenlijk? Als ik dat tegen mensen zeg, dan lachen ze soms. Want dan zeggen ze van, nou, opvoeden kan behoorlijk stressvol zijn. Ik heb een slide eigenlijk gemaakt met een aantal slogans of een aantal woorden die heel veel voorkomen. Als ik aan ouders vraag van wat betekent opvoeden nou precies voor jou? Opvoeden heeft verschillende, ideeën hebben ouders over opvoeden. En welke die dat precies zijn, die kunnen nu dan op de volgende slide zien. Als we het hebben over opvoeden, geven ouders aan dat ze het uitdagend vinden, dat ze het leuk vinden, dat ze het ook echt wel moeilijk vinden. Dat ze eigenlijk geen handvat hebben gekregen toen ze bevielen en naar huis gingen. Dat ze soms met hun handen in het haar zitten. Ze vinden het soms ook echt vermoeiend. Vaderschap is iets wat naar boven komt. Moederschap is iets wat naar boven komt. Leuk, lastig hoor ik ook wel eens. Stressvrij hoor ik ook wel eens. Iedere dag is een andere dag. Dus stressvrij opvoeden of opvoeden in zijn algemeenheid is gewoon een enorm breed pakket. En iedere ouder hecht daar eigenlijk een andere waarde aan. Nou, bestaat stressvrij opvoeden eigenlijk? Mijn mening is dat stressvrij opvoeden gewoon echt kan. Er zijn natuurlijk een aantal tips waar je aan kan werken of die je kan meenemen. En die ga ik ook meegeven. En de belangrijkste zijn eigenlijk van welke regels en grenzen geef je aan je kinderen mee. Nou, wat zijn regels eigenlijk? Als wij opvoeden, betekent dat niet dat jullie kinderen alles mogen wat ze in principe zouden willen. Er zijn dus gewoon echt regels nodig. En het geeft kinderen ook enorm veel veiligheid en het geeft kinderen ook echt heel veel rust als ze opgevoed worden met bepaalde regels. Klinkt een beetje raar soms. Soms vinden ouders het ook vervelend om hun kinderen regels te geven. Toch is het heel erg belangrijk om jullie kinderen gewoon regels en grenzen te geven. Want dan weten kinderen ook waar ze aan toe zijn en dat geeft ze een veilig gevoel. Het is natuurlijk wel zo dat niet altijd alles kan, dat je soms een beetje afwijkt. Soms heb je een bepaalde regel. Bijvoorbeeld, als we naar de supermarkt gaan, krijg je geen snoepje. Maar als je er eenmaal bent, dan mogen ze van jullie best wel een keer een snoepje. Dat is totaal geen probleem om dat te doen. Maar het is wel het fijnst als er in zijn algemeenheid bepaalde regels en grenzen zijn thuis. En op een gegeven moment ga je ook gewoon merken dat kinderen daar ook echt naar vragen. Het begint eigenlijk al bij de geboorte. Dan geef je een bepaalde regelmaat aan kinderen mee. Qua slapen bijvoorbeeld, qua voeding, qua spelen. En als ze wat ouder zijn, geef je toch weer bepaalde andere regels mee. En dat is voor kinderen gewoon wel echt belangrijk. En voor ouders is het ook wel echt fijn, want jullie zitten dan in een bepaalde ritme. En dat is voor alle ouders denk ik toch wel heel erg prettig. Als jullie weten waar ze jullie aan toe zijn en kinderen weten waar ze aan toe zijn. Ik ga een aantal tips meegeven als het gaat om het geven van regels aan onze kinderen. Eén ervan is bedenk maximaal 4 tot 5 regels in jullie huishouden. Wat een enorme valkuil bij ouders kan zijn, is dat ze soms veel te veel regels aan hun kinderen geven. En dat kinderen dan op een gegeven moment ook gewoon niet meer weten waar ze aan toe zijn.
Dus het belangrijkste is om even na te denken af en toe. En je af te vragen van welke regels heb ik allemaal? En is regel 1 nog wel nodig? Is regel 2 nog wel van toepassing? Dus kom met een lijst van maximaal 4 tot 5 regels op dat moment. Wat ik ook echt mee wil geven, is dat regels ook kunnen veranderen. Dus de regel die je meegeeft aan je 2-jarig kind is natuurlijk niet hetzelfde als een regel die je hebt als je kind 8 of 9 is. Dus je moet gewoon vaak je regels ook weer bijstellen. Maar dat hoort natuurlijk ook bij het ouderschap. Dus bedenk 4 tot 5 regels op dat moment. En zorg er ook voor dat de regels niet te lang zijn voor kinderen. Anders raken ze de weg kwijt en weten ze het ook niet meer. Dat ze niet te vaag zijn. Dus jullie kinderen moeten gewoon echt goed weten wat jullie van ze verwachten. En ze moeten ook niet te lang zijn. Want soms zijn regels gewoon enorm lang. Of een opdracht. Hè. Een voorbeeld is dat als jouw zoon of dochter gaat uitlogeren en je geeft aan je kind de opdracht mee, ga je tas inpakken voor een weekendje weg. En je komt na 10 minuten in de slaapkamer, dan moet je ook niet verbaasd zijn dat je kind een tas heeft volgepropt met knuffels, alle pyjama's, de slijm wat je kind heeft gemaakt, 4 teddybeertjes. Dus geef je kind ook echt gerichte opdrachten mee. En benoem vooral wat je van je kind verwacht. Dus op die manier hou je het ook gewoon heel duidelijk voor kinderen. En probeer een regel ook heel erg positief te benoemen. Nou, een voorbeeld is dat als je naar de bibliotheek gaat met je kinderen en je vindt het belangrijk dat jullie kinderen rustig lopen in de bibliotheek, geef dan niet aan niet rennen, want dat is behoorlijk negatief. Maar geef vooral aan wat je wel verwacht van je kind. Namelijk, we zijn in de bibliotheek en we lopen rustig door de gang. Dus je houdt het gewoon positief en je hebt heel duidelijk aangegeven wat je wel van je kind verwacht. Nou, daarnaast is het ook heel erg belangrijk dat als je kind een opdracht of een regel geeft, dat je ook de aandacht van je kind hebt. Heel vaak geven onze kinderen een regel en hebben we niet eens door of onze kinderen ook echt naar ons luisteren. Het is voor ons als ouders enorm frustrerend, want soms kan je iets 3 tot 4 keer vertellen. En heb het gevoel van mijn kind luistert niet. Maar in werkelijkheid is het zo dat jullie kinderen op dat moment met iets heel anders bezig zijn. Dus als je kind een opdracht of een regel geeft, zorg er ook voor dat je de aandacht van je kind hebt door bijvoorbeeld je kind even op de schouder aan te raken. In ieder geval op ooghoogte van je kind gaan staan. Zeg eerst de naam van je kind en geef dan duidelijk aan wat je wel verwacht van je kind. Probeer ook geen regel of opdracht te geven als je kind naar tv kijkt. Of als je kind met de tablet bezig is. Tuurlijk kan je op dat moment een opdracht geven. Maar nogmaals, zorg er in ieder geval voor dat je de aandacht van je kind hebt. Nou, wat wij heel vaak vergeten als we ouder zijn, is om complimenten te geven aan onze kinderen. En dat is enorm belangrijk. Want uit onderzoek blijkt dat als je kinderen complimenten geeft, ze daardoor heel vaak het gedrag laten zien wat jij van ze verwacht. En iedereen groeit van aandacht. Ik vind het zelf ook heel fijn als mensen mij complimenten geven. Maar kinderen hebben de complimenten echt nodig om te groeien. Hun zelfvertrouwen groeit daar ook enorm door. Dus als jullie kinderen iets doen wat jullie van ze verlangd hebben en ze doen dat ook, geef ze daar ook echt een compliment voor. En je gaat op een gegeven moment zien dat kinderen gaan vragen naar complimenten. Of als ze heel erg jong zijn, dat ze zelf in de handjes gaan klappen als ze iets goed hebben gedaan. Dus blijf vooral ook complimenten geven. Nou, om ervoor te zorgen dat kinderen de regels onthouden, zou het heel erg fijn zijn om de regels visueel ergens op te hangen in huis. Dat is iets wat voor kinderen heel goed werkt. Wij hebben het goed in ons hoofd geprent, maar voor jonge kinderen is het enorm lastig, want hun hersenontwikkeling gaat zo snel dat je eigenlijk een regel geeft en ze het een paar minuten later alweer vergeten zijn. Dus als je een bepaalde regel hebt, bijvoorbeeld als wij gaan eten, zitten we aan tafel, zou het voor kinderen heel handig zijn om bijvoorbeeld boven de eettafel of in de woonkamer of in de eetkamer een korte lijst met regels te hebben. Nou, een leuke tip is, je kan tegenwoordig overal krijtbordverf kopen. En als je een muurtje over hebt of een plank en je maakt zelf op dat moment een bord en je schrijft daar de regels op, kan je die natuurlijk ook wel veranderen. Omdat regels natuurlijk ook af en toe veranderen.
Dus zorg ervoor als je de regels opschrijft. Nou, kinderen die nog niet kunnen lezen, voor hun is het natuurlijk ook wel fijn als ze de regels kunnen zien. Dus wat je dan kan doen, is werken met pictogrammen. En pictogrammen zijn eigenlijk gewoon zwart-wit plaatjes die je heel makkelijk van internet af kan halen. Die heel duidelijk laten merken of laten zien wat je van ze verwacht. Als kinderen bijvoorbeeld het avondritueel moeten leren, naar boven gaan. Nou ja, in Nederland heb je heel veel huizen met trappen, maar we gaan in ieder geval naar de slaapkamer. We gaan tanden poetsen, we gaan onze pyjama aan en we gaan een boekje lezen en dan naar bed. Kan je dat aan de hand van pictogrammen, kan je dat gewoon neerzetten in een bepaalde volgorde. Zodat kinderen ook kunnen zien wat van ze verwacht wordt op dat moment. Dus de regels opschrijven of visueel maken aan de hand van pictogrammen. En probeer ook, indien jullie een partner hebben, zoveel mogelijk op één lijn te zitten met jullie partner. Dat is gewoon echt heel erg fijn. Als je geen partner hebt, geldt dat natuurlijk niet. Maar ik ben nog geen enkel koppel tegengekomen die zoveel mogelijk op dezelfde lijn zit. Maar als je een partner hebt, probeer dan af en toe met je partner te evalueren. En zoveel mogelijk op dezelfde lijn te zitten. Nou, stel dat je partner jullie kent een regel geven en je bent daar totaal niet mee eens. Zou ik jullie willen adviseren om dat op dat moment ook gewoon zo te laten. Anders is het heel erg verwarrend voor een kind. En als jullie kinderen naar bed zijn of ze zijn er niet. Nou, dan kun je het met jullie, dan kan je het met je partner erover hebben. Nou, dan de volgende slide. Kan ik direct ook even een stokje water drinken. Ik hoor heel vaak van de ouders dat ze hun kinderen heel vaak moeten waarschuwen voordat hun kinderen daadwerkelijk ook wat uitvoeren. Ik zie ouders ook heel vaak tot 10 tellen of toch wel dingen 10 keer moeten herhalen voordat hun kinderen wat doen. En het gevolg daarvan is dat kinderen of ouders in ieder geval vrij gefrustreerd kunnen raken. Omdat ze te vaak iets moeten herhalen. Omdat ze hun stem gaan verheffen als gevolg daarvan. Of gaan dreigen. Ouders gaan dan toch wel heel vaak dreigen. En er zijn een aantal regels als het gaat om het geven van een goede, het geven van een goede instructie. Nou, die laten we ook op dit moment zien. De regel is in principe dat je maar maximaal 2 keer een instructie hoeft te geven. Dat klinkt heel erg kort. Het klinkt eigenlijk ook onmogelijk, maar het is echt wel te doen. Wat wij als ouders moeten doen, is onze kinderen bij wijze van spreken gewoon trainen. Maar de bedoeling is dat je kind dus 2 keer een opdracht geeft. Nou, een van de zaken waar ouders zich heel vaak niet van bewust zijn, is dat als je je kind een instructie of een opdracht geeft, houd het in ieder geval kort, noem de naam van je kind als eerst en geef ook duidelijk aan wat je wel van je kind verwacht. Bijvoorbeeld, het is nu tijd om te gaan douchen. In plaats van, hoe lang duurt je filmpje nog? We gaan straks douchen. Nou, straks is voor kinderen een heel moeilijk begrip. Juist voor hele jonge kinderen. Ik hoor ouders wel eens zeggen, over 5 minuten gaat de tv uit en dan gaan we douchen. Nou, dan denk je als ouder van, ik heb mijn kind voorbereid. En als die tv eenmaal na 5 minuten uitgaat, dan is dat heel vaak een sollicitatie tot een driftbui. Maar de kinderen hebben die 5 minuten gewoon niet in de gaten gehouden. Nou, wat enorm goed werkt bij kinderen, ook als ze iets ouder zijn, zijn bijvoorbeeld kookwekkertjes. Je kan heel goedkoop kookwekkertjes kopen. En met een kookwekkertje kan je visueel laten zien en hoort een kind ook wanneer de tijd voorbij is. En wanneer het gewoon tijd is om naar boven te gaan of om in ieder geval te gaan douchen. Dus geef je kind een opdracht, zeg de naam van je kind en zorg er ook voor dat je de aandacht van je kind hebt. En wat enorm belangrijk is gun je kind 5 seconden de tijd voordat die informatie geland is. Als wij volwassenen onder elkaar een opdracht krijgen, dan horen we dat direct en kunnen onze hersenen direct omswitchen en komt het direct aan. Maar bij kinderen duurt het even voordat het landt. Dus geef onze kinderen even 5 seconden de tijd. Als jullie kinderen na die 5 seconden nog niet reageren, dan herhaal je de instructie precies op dezelfde manier als de eerste keer. Dus geen stem verheffen, niet met je hand in je zij gaan staan van ik heb geen geduld meer. Maar zorg er gewoon voor dat je het op dezelfde manier doet. Als je kind trouwens na die 5 seconden direct
heeft gedaan wat je van je kind hebt gevraagd, vergeet geen complimenten te geven, want jullie kinderen hebben het gewoon super gedaan. Als jullie kinderen dus niet geluisterd hebben, dan geef je opnieuw in ieder geval de instructie. En dan wacht je ook gewoon weer 5 seconden. En dat zien we op de volgende slide. Dat je dus gewoon weer 5 seconden wacht. En als je kind op dat moment het wel heeft gedaan, dan geef je opnieuw weer een compliment. Want dat is enorm belangrijk. Als je kind niet heeft geluisterd, dan volgt een consequentie. Dat klinkt enorm kort. En dat klinkt eigenlijk ook gewoon onlogisch. Van ja, maar het is zo kort. Maar dat klopt ook gewoon. Want onze kinderen moeten gewoon leren om naar ons te luisteren. En na die 5 seconden, als we niet hebben gedaan wat ze moesten doen, dan volgt er een consequentie. Nou, wat is een consequentie precies? Even kijken of dat op de volgende slide te zien is. Een consequentie is eigenlijk een opdracht of iets wat je doet als je kind niet naar je geluisterd heeft. Nou, wat jullie hier zien is toch een aantal steekwoorden die vallen onder de term consequentie en een grens. Namelijk, je hebt je kind eigenlijk gewaarschuwd. Niet dreigen, maar in ieder geval gewaarschuwd. Een consequentie kan zijn dat je iets afpakt van je kind waar je kind op dat moment mee bezig is. Als je kind bijvoorbeeld met zijn autootje, speelgoedautootje, iets aan het doen is wat niet wenselijk is en je hebt je kind dus 2 keer gewaarschuwd en je kind luistert weer niet, dan kan een consequentie zijn dat je op dat moment het speelgoedautootje afpakt bij je kind. Consequentie kan natuurlijk ook zijn dat de tv op dat moment gewoon even uitgaat. Als je 2 kinderen hebt die tegelijkertijd op de computer naar een filmpje zitten te kijken, of ze zijn bezig met een spelletje en ze maken constant ruzie en je hebt ze 2 keer gewaarschuwd, dan kan de consequentie zijn dat in ieder geval de computer gewoon even een half uurtje uitgaat. Wat wel enorm belangrijk is, is dat het een realistische consequentie moet zijn. Dus het is natuurlijk te veel gevraagd als ze een hele week niet op de computer mogen, maar dat is dus een consequentie. Nou, wat jullie ook zien staan, is dat je ook nadenkt over wat voor een consequentie je kind kan geven. Kinderen zitten soms in een bepaalde leeftijdsfase en die halen dan toch wel steeds dezelfde capriolen uit. En dan kan je best wel van tevoren nadenken over wat voor een consequentie bij dat kind past. Nou, een consequentie kan ook zijn dat jullie kinderen dus even apart zetten. Dus eigenlijk een soort time-out. En een goede time-out plek moet in ieder geval een beetje een saaie plek voor kinderen zijn, maar ze moeten zich wel veilig voelen. De ouders die bijvoorbeeld een trap hebben, kunnen hun kind op de eerste tree zetten. Als er een gang is, kan je kind ook op de gang zetten. Maar zorg er in ieder geval voor dat je altijd toezicht op je kinderen hebt. En zorg ervoor dat het ook niet eng is voor kinderen. En dus dat de deur niet dicht is en kinderen dat niet gewend zijn. Dus dat is wel enorm belangrijk. Het moet dus veilig zijn. En als jullie kinderen het heel moeilijk vinden, dan kan je de deur op een kiertje openhouden, zodat jullie kinderen jullie ook zien. Nou, ik realiseer me dat er weinig kinderen zijn die de eerste keer ook in de gang zullen blijven of op de eerste tree van de trap blijven zitten. En wat ik als tip wil meegeven is dat als jullie gaan starten met het geven van de consequentie, hou er rekening mee dat het gedrag in de eerste dagen ook verergerd kan worden. Dus dat jullie kinderen vaker apart moeten gaan zetten. En dat komt eigenlijk omdat kinderen niet gewend zijn dat jullie als ouders opeens deze aanpak gaan hebben. Wat ik wel wil meegeven is, hou in ieder geval vol. Blijf consequent. Ik hoor veel ouders zeggen van, het werkt niet als ik mijn kind apart zet. Het werkt wel, maar kinderen hebben heel goed door dat na 5 keer of na 10 keer een ouder denkt van, dit werkt niet, ik geef het op. En als je gewoon blijft volhouden, dan lukt het gewoon wel. Dus dat is in ieder geval, als jullie kinderen na 2 keer niet geluisterd hebben, dan volgt gewoon een consequentie. Gaan we even door naar de volgende slide. Ik geef een aantal tips voor het geven van grenzen. Wat ik al had aangegeven, je waarschuwt maximaal 2 keer. Dan volgt de consequentie. En probeer ook rustig te blijven. Het is soms voor ouders heel erg moeilijk. Als jullie het gevoel hebben dat het voor jullie heel moeilijk is om rustig te blijven, probeer even naar buiten te gaan. Probeer even weg te lopen. Soms sluiten ouders zichzelf echt even een paar minuten op in de wc om even tot rust te komen. Allemaal prima, pak je rust. Want ouderschap is niet altijd makkelijk. Bedenk van tevoren wat een consequentie kan zijn. Je hoeft niet hele boeken vol te schrijven daarover. Maar het is wel goed om erover na te denken.
En communiceer ook naar je kind toe als je je kind apart zet. Dus je geeft ook aan je kind door. Ik zet je nu op de gang, want je hebt niet naar mij geluisterd. Verder hoef je niks te zeggen. Als je kind ook weer uit de gang haalt, zijn we als ouders geneigd om het weer met onze kinderen erover te hebben. Dat is eigenlijk niet nodig. Het is overbodig. We hebben het de eerste keer al gedaan. En de tweede keer hoef je dat niet te doen. En de kans is groot dat jullie kinderen juist uit rust zijn gekomen op de gang. En als je het er weer over gaat hebben, dan kunnen ze weer schieten in de driftbui. Als jullie het belangrijk vinden dat jullie kinderen sorry zeggen, dan mogen ze dat zeker doen. Maar ga dan niet weer terugkomen en zeggen van, weet je nog waarom ik je op de gang heb gezet? Dus pak je kind van de gang weer weg en ga eigenlijk weer terug naar wat jullie aan het doen waren. Of het nou puzzelen was of tekenen was. Het voelt niet af, maar jullie hebben het van tevoren wel heel goed gedaan. Nou, zorg dus voor een realistische consequentie. En wat we eigenlijk aanhouden is als je kind apart zet, hou aan dat als je kind 2 jaar oud is, dat je kind dan 2 minuten op de gang zet. Als je kind 3 jaar oud is, zet je kind 3 minuten op de gang. Nou, je kan dit doen vanaf dat je kind ongeveer 2 jaar oud is, 1,5 tot 2 jaar. En als het een eerste keer is, dan kan je houden aan ongeveer 45 seconden. Nou, gaan we door naar de volgende slide. Wat ook heel erg belangrijk is, is dat wij als ouders realistische verwachtingen hebben. Nou, wat ik nu wil zien, is ik wil nu een filmpje laten zien van een moeder die op Facebook op een hele grappige manier laat zien hoe zij het ouderschap eigenlijk ervaart en hoe het zou kunnen zijn. Dus geniet maar van het filmpje. Motherhood sucked today. I could not wait until bedtime. I was checking all the clocks all day. I was counting down the minutes. I was even tempted to turn all the clocks 5 hours forward just to trick my kids into thinking that it's time to be asleep and quiet. And by the way, none of that means that I don't love my children. Mm-mm. All that means is that I'm a normal human, and normal humans get frustrated and exhausted teaching and guiding and wiping someone non-stop. Here's something that might shock some of you. Not loving motherhood 100% of the time doesn't mean I don't love my children 100% of the time. And not enjoying every single second of motherhood doesn't mean that I'm not incredibly thankful for my kids or thankful to even be a mom. So if you're having days where motherhood just sucks, you're not a bad parent. You're a good parent, because that means that you're actually taking your job seriously. I mean, parenting is hard, and if it's not, you're probably doing it wrong. Oh, by the way, life hack, hide all your favorite chocolates in a tampon box. No one checks there. See, it is possible to be frustrated and stressed out and exhausted and still, at the same time, be thankful for your kids and love them unconditionally. Those two can coexist. Now, some people, when they hear you say that you don't love every minute of motherhood, oh, they're gonna make you feel selfish and ungrateful. Those people do not have your best interest at heart, okay? And they don't care about your well-being, they just care about what sounds right. And they don't have your kids' best interest at heart either, because a parent who can be honest and open and deal with it is going to be a much happier, saner parent. And that's what's in the best interest of your kid, a happier, saner parent. And basically, what those judgy, guilt-piling freaks are telling you is that whatever you are struggling through, you need to keep your mouth shut, pretend it's all okay, and go through it alone. And when has that ever made someone a better parent? And all that faking it will just suffocate you. So if you're worried about me or my children because I don't love every moment of motherhood, don't worry your pretty self. You know when you should worry about me? If I'm holding it all in, feeling alone and inadequate, carrying a huge load without any support system. That's when you should worry about me. Now the people who do have your best interest at heart, they're gonna give you the freedom to be completely honest, even when your truth is uncomfortable. And they're the ones that are gonna help you embrace the chaos and make the best of this crazy motherhood gig. Not loving every moment of motherhood does not mean you don't love your children. So don't let anyone pile more guilt on you. You already have plenty, I am sure. Mommy. Just a second, I'm on the toilet. Leuk dat jullie naar het filmpje hebben gekeken. Nou, wat in ieder geval zo is, is dat moederschap of ouderschap gewoon verschillend voor iedereen aanvoelt. En dat je creatief moet zijn als ouder, flexibel moet zijn als ouder. En dat een netwerk om je heen gewoon heel erg belangrijk is. Wat we ook belangrijk vinden, is dat we het gewoon ook open en eerlijk moeten durven te zeggen. Ouderschap is niet altijd makkelijk.
Het is niet altijd een roze wolk, dus praat daar ook gewoon met mensen over. Nou, op de volgende slide, aan de hand van de volgende slide, wil ik in ieder geval meegeven dat time management echt heel erg een belangrijk factor is als het gaat om stressvrij opvoeden. Wees gewoon goed voorbereid. Als je meer dan één kind hebt of een kind hebt die de volgende dag naar school moet gaan en het is altijd 's ochtends spitsuur, zorg ervoor dat je probeert om de avond van tevoren alles klaar te zetten. Nou, nu kan je natuurlijk niet alles buiten de koelkast laten, maar je kan natuurlijk wel alle borden afwas apart zetten, de thermosflesjes gevuld in de koelkast gezet hebben, de kleren al klaargezet hebben voor de kinderen. Het lijkt alsof het maar een paar minuten scheelt, maar het zorgt er wel voor dat je start gewoon heel veel prettiger is. Dan probeer ook eerder op te staan. We zijn toch wel geneigd om heel lang op bed te blijven liggen en denken van we redden het wel met de tijd. Maar zorg ervoor dat je ook tijd ingecalculeerd hebt voor onvoorziene omstandigheden. Het kan soms extra druk op de weg zijn. Of jullie kinderen hebben die ochtend net geen zin. Of iets gaat gewoon mis. Een knoopje raakt los van hun uniform. Dus als je iets eerder opstaat, heb je eigenlijk gewoon meer rust om in te spelen op dingen die fout kunnen gaan. Maar het is zelf ook wel heel erg fijn. Dat is iets wat ik zelf ook doe. Ik sta eerder op. En dan heb ik gewoon lekker rustig muziek op. Daar heb je ook gewoon gratis apps voor. Daar heb ik ook eigenlijk mijn eigen me-time. Kan wel even mijn dagboek schrijven. En tegen de tijd de kinderen wakker moet maken, ben ik behoorlijk zen. En dat zorgt ervoor dat mijn dag ook gewoon prettiger verloopt. Durf ook los te laten. Wij als ouders, vooral moeders, die hebben het gevoel dat alles moet. En dat is niet altijd realistisch. En als je sommige dingen loslaat en je realiseert dat niet alles moet, kan dat het behoorlijk stressvrijer maken qua opvoeding. Dus je huis hoeft niet altijd schoon te zijn. En je moet iedere dag verse groenten en fruit aan onze kinderen meegeven, et cetera. Dus durf ook los te laten. Geef je kinderen ook gewoon taakjes. Onze kinderen worden ouder. En het is eigenlijk hartstikke mooi als onze kinderen verantwoordelijkheden meegeven. En dat betekent dat ze jullie ook gaan helpen. Sterker nog, kinderen vinden dat heel fijn. En ze voelen zich ook verantwoordelijk voor het hele huishoudelijk proces. Dus geef jullie kinderen ook taakjes mee. Als jullie ergens naartoe gaan, bereid jullie kinderen ook gewoon voor. In plaats van jullie kinderen overal mee te nemen. Als jullie weten dat jullie naar de supermarkt moeten gaan of je moet iets gaan ophalen, het kan lang duren. Bereid je kinderen ook gewoon voor en waarschuw of herhaal het een aantal keer. Op die manier weten ze ook waar ze aan toe zijn. Wat ik tenslotte het allerbelangrijkste vind, is dat me-time enorm belangrijk is voor ouders. Ik zeg het als laatst, maar het hoort eigenlijk als eerst. Maar zorg voor jezelf als ouder, als partner, als vriendin. Dat zijn we allemaal. Dus zorg ervoor dat je genoeg moment hebt om je batterij ook weer op te laden. En zorg ook voor een netwerk. Als je ouders niet om je heen hebt, dan kun je misschien wel vrienden hebben. Er zijn heel veel verschillende Facebookgroepen, heb ik gezien, ook met Antilliaanse ouders. Daar haal je soms ook heel veel kracht uit. Als je het soms even niet weet, is dat oké. Want het is vallen en opstaan. Dus durf in ieder geval ook om hulp te vragen. En leg de lat als ouder gewoon niet te hoog. En we willen ontzettend veel. We willen ook nog werken. Goede moeder zijn, een goede partner zijn, goede vriendin zijn. Maar we kunnen niet alles tegelijk. En soms is het ook heel erg goed om je te realiseren dat het zo is. Nou, ik ben aan het einde gekomen, in ieder geval van mijn presentatie. Ontzettend bedankt voor het kijken naar deze webinar. Hou de Facebookpagina van Siege in de gaten voor andere interessante webinars. En als jullie vragen hebben, kunnen die stellen op de Facebookpagina. En dan zorgen zij ervoor dat deze beantwoord worden. Dus ontzettend bedankt en een hele fijne ouderschap en mooie momenten gewenst.